bij een aparte week met veel afwezigen op het trainingsveld. Past ook een aparte wedstrijd en die hebben we gekregen. Ja, natuurlijk wisten we van tevoren dat er een groot deel van Jong er niet bij zou zijn. Vanwege de Interlandweek. Spelers van Jong die bijeen zijn aangesloten daar morgen op de bank. Of in ieder geval deel van de selectie uitmaken. Ja, dat betekende de afgelopen week dat wij veel jongens van onder 19 erbij hebben gehaald. Om ervoor te zorgen dat we überhaupt konden trainen. En we wisten ook dat een deel van die groep zou starten. En ja, je ziet dat er ook een aantal jongens zelfs zijn ingevallen. Dus we zijn geëindigd volgens mij met 8 jongens van onder de 19. Ja, en dan speel je gewoon in de tweede divisie tegen een ploeg als Liende. Die 3 jaar geleden nog voor de algehele titel speelde. En ja, dan win je gewoon met 7-1. Ja, dat, had je dat zien aankomen? Want je kent natuurlijk die groep goed. Als trainer van Jong ken je de onder 19, die jongens trainen mee. Maar had je verwacht dat zij ook op dit niveau een wedstrijd zo erg konden winnen? Nee, ik denk dat niemand dit had zien aankomen. Ik bedoel, we hadden... Ik moet zeggen, de energie van de week op de training was erg goed. Alleen ja, dat je 7 doelpunten gaat maken in deze afdeling, dat had ik niet van tevoren bedacht. Maar ik moet zeggen, ja, ik heb echt genoten van de energie. En misschien een beetje her en der geflatteerd, dat weet ik niet. Maar volgens mij hebben we zelfs kansen laten liggen. En hebben we even een mindere fase gehad net na rust. Dat gebeurt vrijwel altijd als je 4-0 voor staat met rust. Ja, ik kan de jongens complimenten geven voor wat ze met elkaar hebben gedaan. En grote klasse dat we met zo'n jonge ploeg zo'n wedstrijd spelen. Moest je nog in je arm knijpen na 20, 25 minuten dat je ineens 0-4 voor je ziet gebeuren? Ja, dat is gewoon dat is natuurlijk een gekke gewaarwording. Ik bedoel, een paar goede goals erbij. Ja, we moeten we mogen hiervan genieten. Het is geen hosanna gelijk, want je gaf zelf ook wel aan net vooraf dat het ook niet de beste ploeg is waar we tegen gespeeld hebben. Dus dat moet je wel in oogschouw nemen. Maar ja, dat het goed is uitgevoerd, het strijdplan, dat mogen daar zijn. En dan zie je een 1-7 en nog even los van al die spelers van de onder 19 die erbij komen. Gewoon 9 spelers uit de basisopstelling die uit de Sparta-opleiding komen. 2 invallers ook nog eens. Wat zegt dat over de opleiding van deze club? Nou ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Onder 19 was vrij. Daardoor konden wij over deze spelers beschikken heel de week. Maar dat ze gewoon het hartstikke goed hebben gedaan in deze wedstrijd voor Jong Sparta. Dat is mooi. Ik bedoel, dat is waarvoor we opleiden. Spelers van Jong moeten doorstromen naar 1, daar waar het kan. En spelers van onder 19 moeten weer doorstromen naar Jong. En dat zal gedurende dit seizoen misschien al gedeeltelijk gebeuren. Dus we shall see. En ben je morgen in Nijmegen als een aantal spelers van je normale team misschien wel bij het eerste in de selectie zitten? Ja, uiteraard. Nico, Noorden en ik gaan gewoon mee met 1. Dus ik hoop dat we een mooi voorzetje hebben gegeven voor morgen.